De Sim Mio is de bekendste scooter van Sim. De Mio is vernieuwd met een splinternieuw injectiemotorblok. Maar niet alleen het motorblok is vernieuwd, hij heeft een compleet nieuw design gekregen. De Sim Mio is een compacte scooter, maar wel geschikt voor twee personen. Het retro design spreekt vrijwel iedereen aan. Zullen we alle specificaties even gaan nalopen. En we beginnen weer bij het stuur. We hebben hier de gashendel, we hebben de startknop en we hebben de voorrem. Aan de linkerzijde hebben we de achterrem. Het licht staat altijd aan, maar je kan wel switchen naar groot licht. En als je het onderste knopje induwt, dan kan je nog seinen. We hebben de richtingaanwijzers naar links, indrukkers uit, naar rechts, indrukkers uit. En we hebben de klaxon. De Sim Mio 2018 heeft een heel luxe contactslot. Om te beginnen kan je hem sluiten. Dat is een anti-diefstalbeveiliging. En met de achterkant van de sleutel kan je hem dan weer openmaken. Verder kan je ook de tankdop ermee openen. Het is een kwestie van de sleutel erin doen. Hem induwen. Naar rechts draaien. En een klein stukje doordraaien. En dan klikt aan deze zijde de tank open. En dan kan je hem weer heel makkelijk zelf dichtduwen. Vervolgens, als we de sleutel normaal naar links draaien zonder in te duwen, dan klikt het zadeltje open. En de Sim Mio heeft een vrij ruime buddybak waar je er lekker wat spullen in kwijt kan. Het zadel kun je weer zachtjes dicht laten vallen en dan klikt hij weer in het slot. Vervolgens, als we het stuur naar links draaien, we duwen de sleutel in en we draaien de sleutel naar links en we halen hem eruit, dan staat hij op stuurslot. En als laatste, als je het contactslot gewoon naar rechts draait, dan gaat het contact aan. De scooter is voorzien van een digitaal display. We kunnen de snelheid zien, we kunnen digitaal zien hoeveel brandstof erin zit, we kunnen de totale kilometerstand zien. Nou, het motormanagementlampje gaat uit zodra je hem start. We hebben nog een onderhoudslampje, richtingaanwijzers, groot licht en nog een lampje als je tank echt helemaal leeg is. Vervolgens zit er nog een modeknopje. Dan kun je de tripafstand bekijken en die kun je ook weer resetten door op het set knopje te drukken. We zijn er nog niet, want het Mio'tje heeft zelfs een dashboardkastje. Als we de sleutel naar rechts draaien, dan gaat het dashboardkastje open. En zoals je hier in de hoek kunt zien, is de Sim Mio 2018 ook voorzien van een USB-lader. Daarnaast zit hier ook nog een tassenhaak. De Sim Mio heeft 10 inch velgen en 10 inch bandjes. En de voorzijde heeft hij een schijfrem. Ook is die voorzien van een zijstandaardje. En die klikt automatisch weer terug. En voor de passagier hebben we een mooi stepje. En als je die weer inklikt, klikt hij weer mooi terug. Verder is de beste standaard, wat we altijd adviseren, is de boxstandaard. Daar staat hij gewoon heel stevig op. En zoals je aan deze zijde kunt zien, zit er een injectieblok onder en er zit geen kickstart meer op. De Mio 2018 is voorzien van een sterke achterschokbreker en die is aan de linker achterzijde geplaatst. Nog één leuk laatste detail van de Sim Mio 2018 en dat zijn de sportvelgen. Die zien we niet zo vaak in de scooterbranche. Zoals ik net al zei, zijn het 10 inch wieltjes, maar wel met een hele gave velg. Zoals jullie wellicht weten, bepalen we de grootte van de scooter altijd even met mijn lengte. Ik ben zelf 1,94 meter en zoals je kunt zien heb ik op zich voldoende beenruimte. En ook heb ik nog best wel wat ruimte voor een medepassagier die netjes zijn voeten kwijt kan op de stepjes. Dus kortom, een leuke, compacte en lichte scooter.
Vond je dit nou een leuke video? Dan kun je deze video uiteraard even liken en delen. Je mag ons volgen als je het leuk vindt. En je mag zelfs reageren onder deze video. En dan zien we elkaar volgende week maandag.